Ze zegt, nou, hij heeft een groene bivakmuts. Nee, ik denk, what the fuck. Dus ik sta op en ik schreeuw, godverdamme. Ik zeg, pak mijn pistool. Ze zegt, welke? Ik zeg, maak je kapot. Yes, mensen, nu bij Andy in de auto. Dit keer naar Jeep Amali. Leuke vent en daar is grappig. En ik ben een paar keer naar zijn shows geweest. Theatershows. Ik heb echt doodgelachen. Dus hij heeft ook wel wat dieptepuntjes gekend, maar dat heeft iedereen in zijn leven. We gaan kijken naar zijn verhaal. Yes, ciao. Dan ga je iets vragen, iets uit het menu wat je nog niet weet, niet kent. Meneer Namke. Mag ik vragen wat dit is? Nummer 148. Ah, daar, honden atavita. Ja, dit hè, 148. Ja meneer, honden atavita. Even een mondkapje af, ik kan je niet zo goed verstaan. Vond je mooi, hè? Andy, Andy, mijn mattie. Hoe is het? Hoe is het? Ziet er goed uit, man. Ja, hè? Ik ben nog aan het aftrainen. Ja? Zijn we al begonnen? Tuurlijk, was dat gaan. Zeg hallo, kijk mee, Mario. Hoe is het? Waar dan? Klootzak. Kom, we gaan heen. Waar wil je heen? Zeg maar. Ik weet niet, rij maar een stukje toch? Ja. Ga ergens heen? Gewoon een voetje rijden. Ja toch? Hoe lang duurt het ongeveer? Zo'n show? Half uurtje. Ah, top man. Ja. Cool. Niet te druk doen. Niet te gek maken toch? Ik doe gewoon rustig. En je woont mooi hier, hè? Dankjewel. Ja, ik wil die mee naar binnen vragen, maar dat durf natuurlijk niet. Die vrouw is net weg, man. Dat is zonde. Heb je nog meer vrouwen daar? Ik heb vier. Oh ja? Daar hebben we er vier, weet je toch? Ja, je hebt twee kinderen toch? Twee kinderen, ja. Een meisje en een jongen. Twee jongens heb je? Ja, iedereen denkt dat lange haar heb die. Ja, maar iedereen. Wel mooi. We waren op vakantie in Bali en elke keer. Oh, nice the girl, what's the name? Ik zei, it's a boy. En dan kwamen die mensen. Oh, so pretty girl, what's the name? Ik zei, it's a boy. En de derde keer. Oh, nice girl, what's the name? Ik zeg, Linda. Ik denk, tief nou maar op. Dit zijn twee jongens, man. Oh, mooi, mooi. Maar jij bent Andy van de meiden. Je hebt alleen maar meiden. Ik heb alleen maar echt meiden ook. Oh, ik goed, heb gewoon vijf naam. Meiden heb ik. Niet normaal. Gek van. Ja, maar we wonen allemaal apart, hè? Oh, jij woont dus allemaal apart? Ja. Nee. Eentje in Engeland, twee in Italië en twee bij mij nu. Oh, oké. Okay. Je hebt vier meiden? Vijf. Wow, Andy. Ja. Bam, bam, bam. Wow, vol op. Echt net een mokro. Serieus. We hebben echt een mokro, man. Zo, oh. Nee, mooi, man. Kinderen zijn mooi, toch? Kinderen zijn leuk, man. Echt top. Absoluut. Maar hoe gaat het met je? Wat Andy, doe je nu? Wat het doe je? Gaat wat doe je? Beter dan ooit, man, met mij. Ja, hè? Mooie auto. Mooie auto, mooi huis. Mooie vrouw, kinderen. Mooie kinderen, mooi leven. Gaat goed, man. Ik ben bezig met een theatertour die ik heb uitgesteld. Oh. Een anderhalf jaar geleden. Sorry, man. Ik zit er even uit. Ah, nee, laat het dan. Ja? En wat is er nou? Ik zit midden in de opname. Nee, die kinderen zeiden helemaal niks. Die luisteren helemaal niet. Die zitten gewoon op de tv. Oké, ik hang op, want ik zit midden in de opname. Heel belangrijk. Ja. Midden in de opname zit ik. Hoi. Hoi. Ja, whatever. Ze gaat geld opmaken. Gaat ze de stad in? Ja. Dan ga ik altijd op die app kijken. Vanavond weer een andere. En dan blokkeer ik hem. Dan zeg ik, mijn pas is gestolen. Ja, ja. En dan belt ze. Ik kan niks meer opnemen. Nee, moet je eigen pas gebruiken. Zie dat, ja, die app zie je denk ik dat geld terug. Ja, oh, shit. Nee, ze werkt ook. Mijn vrouw werkt ook. Ja, kapster, hè? Ja, net als jij. Ja, mooi. Met hetzelfde model hebben we allemaal. Ja, ja. Jou ook. Die van mij ook. Ja, die van mij is dan niet zo. Die van mij ook. Die van mij. Die zat eten. Nee, maar dat komt door de zwangerschap, toch? Zeggen ze. Die van mij ook. Ik zeg, ja, maar ik hou vocht vast. Ik zeg, laat het dan los. Nee, maar je doet in de tournee nu. Ik ben eerst bij jou geweest nog in Apeldoorn. Wist je, was leuk, man. Oh ja, dat is lang geleden, hè? Ja, dat is lang geleden. Twee, dat was even, drie, ja, dat was de laatste show die ik deed, man. Ja. Toen heb ik even 120 shows eruit geflikkerd. Echt waar? Ja, dat ging niet zo goed, man. Wat dan? Ja, wat jij in je boek hebt geschreven. Met drugs en zo. Met drank en drugs en gokken. Gokken ook, ja? Ja, man, ik weet niet wat er aan de hand was, maar het was even niet goed. Even een blackout of zo? Ja, niet blackout, gewoon het leven, weet je wel. Ik zag niks meer zitten, ik had er geen zin meer in. Ik denk, wat doe ik dit voor? Oké. Uiteindelijk, waar ik het voor doe, is natuurlijk voor de kinderen en voor de vrouw. En ik heb een mooi leven, wat zit je nou te zeuren? Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ook depressie. Weet je, alles komt tegelijk. Ja, als je niet gaat praten en hulp gaat zoeken, ja dan... Ja, als je alles binnenhoudt. Ja, maar ja goed, ik ben een binnenvetter, weet je. Ik ben niet iemand die
praat. Maar dat is de enige oplossing, man. Om er gewoon over te praten en het eruit te gooien. Ja. En dan loste het zich heel langzaam op. En toen dacht ik ineens radicaal, nu stop ik. Dus ik drink nu al 8 maanden niet meer. Ook geen drugs meer, ook geen gokken meer. Oké. Okay. Ja, en ik hou een hoop geld over. Ja. Zo. Dan kan je vrouw van winkelen. Ja, daarom. Dus ik ben heel blij dat ze gaat winkelen, hoor. Ja, ja, ja. Nee, maar dat ging even niet lekker. En ik had natuurlijk gewoon shows. En ja, ik sta gewoon in het theater als de olijke, vrolijke, gezellige man. Maar ja, als je allemaal shit meemaakt en shit doet, dan... vind je het niet echt gezellig, zeg maar. Nee, dat is het. Want je staat dan op het podium en denk je, ja, kijk, hij is grappig, dit en dat. Precies. Maar ze zien niet de pijn, zeg maar. Nee, dat masker, dat weet je heel goed, de masker op te zetten. Ja. Kijk, dat zijn heel twee lekkere wijven en heel op koud. Och man, dan ga ik, zou ik ze nou verhuizen. Ah, nee, was heel vrouwvriendelijk bij. Ja, echt wel. Maar dat was dus van de hand. Dus, maar ja, dus toen, ja, het was of jezelf gaan helpen of... rij maar deze kant op, want het Apkoude is. We zijn Apkoude in en uit gegaan, hè? Ja, twee keer. Maar het is het spelletje wat je aan het spelen bent met jezelf. Weet je wil jezelf voortdurend voorliegen. Terwijl, kijk wat je hebt en niet wat je wil. Weet je wel, allemaal van die wijze woorden. Maar alle clichés zijn waar, man. Dat is echt zo, ja. Ik had één psychiater, die heb ik nu nog steeds, en die zei: het is een knop omdraaien, Najib. Als je die knop niet omdraait, gebeurt er niks. Nee. En elke keer dacht ik: weet je, ik ga nu even stoppen. En zie je wel, ik kan het wel. En dan trapte ik weer in die valkuil. Ja, ja. Maar ik kan geen maat houden. Maar dus, was dat dan gewoon, zeg maar, naar een show? Zo ging je dan de stad in en zuipen? Nee, niet eens, man. Deed ik dat maar. Ik had er een beetje plezier van. Het is gewoon, ik ken alle straatverkopers. Ik sponsor ze altijd. Ze zeggen, wil je krant? Ik zeg, nee, dat is goed zo, man. we gaan een stukje arena. Arena, daar kom jij vandaan, toch? Ja. Maar, nee. Ik ging zo snel mogelijk naar huis. Ja. Want ik was dan alleen... Maar je woonde alleen toen op dat moment? Nee, maar ik woonde gewoon thuis. Maar alles slaapt natuurlijk bij mij als ik thuis kom. Ja. Ja, weet je, het is ook veel. Het wordt ook veel. Ik ga naar links. Het wordt veel te makkelijk ook gemaakt, man. Je kan overal drinken, je wordt overal aangeboden. Wij komen natuurlijk op feestjes en op partijen en een biertje hier. Nou, als je dat 5 keer in de week doet, hier gaan we naar rechts. Doe het 5 keer in de week, dan drink je gewoon 5 keer in de week. Ja. En ik mag niet eens drinken van mijn geloof. Goed, dat komt ook nog eens bij. Ja, ja. Nee, dus, maar ik ben, godzijdank ben ik blij, man, dat ik gewoon overal mee gestopt ben. Mm. Mijn leven is zo veranderd. Maar hoe kwam dat dan dat je dat ging gebruiken? Ja, ik heb het ook gebruikt, ik weet wel. Bij mij was het, kijk, mijn moeder kreeg op een gegeven moment borstkanker. Ja. Niet verwerkt. Ik ging scheiden. Ook niet verwerkt. Dat soort dingen, dat zijn allemaal trauma's in je jeugd. En mijn vader was er dan ook nooit. En mijn vader dronk ook nog wel eens wat. Dus het zit ook een beetje verslavingsgevoelig in de familie. Ja, dat kan dan, ja. Weet je? En dan heb je kinderen en dan voel je je waardeloos. En dat trek je gewoon naar beneden toe. Ja. En ik gebruik het als ik me goed voelde en als ik me slecht voelde. Nou, slechter kan je het niet hebben. Nee. Dat was het, ja. Groen. Dus je was gewoon echt wel gewoon verslaafd? Ja, absoluut. Kan ik zo zeggen. Hoe lang heb je gebruikt dan? 6-7 jaar. Ben je? En dan stoppen, kliniek in, kliniek uit, kliniek in. Ik leek wel een kliniek klaar op een gegeven moment. Maar het is die knop die niet omdraaide. Ja. Want net wat ik zeg. Ik denk, ik stop even, maar ik ga toch niet altijd stoppen. Ja, dat is mijn enige redding. Is gewoon altijd stoppen. Afscheid nemen van de troep. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Maar ik slaap nu beter. Ik heb een leven nu, man. Ja, lekker. Ik ben er voor die kinderen, ik ben er voor mijn vrouw. Je waardeert het meer, hè? Dan. Ja, man. Echt lekker, hoor. Weet je, ik kijk om me heen, mensen die zonder middelen ziek zijn geworden of zonder, we zijn toch wel gezegend, we hebben een mooie auto, we kunnen op vakantie, die dat allemaal niet hebben. Weet je wel, ik heb het allemaal, maar ik ben het allemaal kapot aan het maken. What the fuck, man. Dom, hè? Nee, echt heel dom. Heb ik ook gedaan. Nee, ja. Jongen. En ik go met de flow, weet je wel, niet aan morgen denken. Maar ja, je kan beter toch aan morgen denken, want je hoopt dan weer op te staan. En dan en zodra je kinderen hebt, man, je kan die kinderen toch niet aan. Ik kan het er niet aan doen dat jij ben je dan voor je kinderen. Echt, ja, als mijn zoon straks 8 jaar een sigaret opsteekt, wat moet ik zeggen? Niet doen? Zeg je, papa rookt ook. Toch? Ja, maar dat moet je wel goed op goede voorbeeld geven. Zie je staan? Dus ik heb gezegd, als je 10 bent mag je roken, maar nu nog niet. Als je 8 bent, niet maar 10 bent, 10 mag je beginnen. Die van 4 ging al crack verkopen. Kwamen al die meisjes die allemaal verslaafd waren. Ik zeg, wegwezen nu, niet tippelen voor mijn deur. Nee, maar was het nou bij die... Aan links. Was ook die auto bij jou? Wat was dat toen? Ik probeer al 3 keer
Dus een bende uit Letland, zoals ze kijken. Litski. Litski Britski. Dus een bende die gewoon auto's steelt op bestelling. Oké. En ja, die Porsche Cayenne die was een collector's item. Die stond op de lijst. Dat is met dat heb je ook, hands-free. Ja. Dus wat doen ze? Ze komen met een apparaat, komen ze die code uit je huis trekken, waar je sleutel ligt. Ja, ja. Die seinen ze door naar een ontvanger. En klik, alles gaat open en ze rijden weg. Dat is niet normaal, hè? Alleen dat tot 3 keer aan toe. Kijk, zolang ze buiten blijven, vind ik het oké, weet je. Het is allemaal verzekerd. Ja. Maar kom niet in mijn huis waar mijn kinderen en mijn vrouw slapen, nee, man. Maar ze zijn ook binnen geweest. Nee. Ja, 1 keer ooit kwam ik daar net wonen. Toen was er een gast met een bivakmuts. Oh. Ja, en niet één. Ik had toen camera's. Maar die nemen alleen maar op. Dus toen ben ik terug gaan kijken. Mijn vrouw die ging naar bad. Die ging in bad. Die was zwanger van de tweede. 7:30 s'avonds, hè, Andy. 7:30, wat voor fucking losers ben je dan als je om 7:30 s'avonds al gaat stelen? En ze zegt, daar, ik zie je inbreken, daar bij de trap. Ik denk, ze ijlt, weet je, want had ze wel vaker last van als de zwangerschap, dan van die hormonen. Ze zegt, nou, hij heeft een groene bivakmuts. Nee, ik denk, what the fuck. Dus ik sta op en ik schreeuw, godverdamme, ik zeg, pak mijn pistool. Ze zegt, welke? Ik zeg, maak je kapot. Ik heb echt mijn longen uit mijn lijf gezongen, dat is wat je doet, weet je wel. Ja, dat die weggaat. Hier rechts, gewoon schreeuwen. Dat die weggaat. Dus ik zeg, het huis uit. Zegt ze, waarom? Ik zeg, ga het huis. Ik zeg, ze komt hier naar beneden met iets. Ja. Maar wat doet mijn vrouw, die is zo'n mokro, die gaat naar de keuken en die pakt dat grootste mes. Hij zit daar, die klootzak, zei ook schreeuwen. Dan heb ik zo'n huisalarm, zo'n overvalknop heet dat. Oh, ja. Maar ja, het is kouder. Dus ik naar buiten toe. Want ik denk, hij is natuurlijk van mijn... Ze zegt, hij is gaan rennen. Dus ik denk, hij is aan het vluchten. Maar hij was niet aan het vluchten, want ondertussen de politie gebeld. Nou, binnen 7 minuten stond het helemaal vol. Elf auto's. Maar de eerste auto kwam aan. Ik zei tegen de agent, agent, naar boven. Ik had zo'n kapmes had ik in mijn hand. Ja. Maar die was niet scherp, maar toch, zo'n kapmes. Dus ik zeg, en ik zag die politie aankomen. Ik denk, nou, ik doe die kapmes even weg, hè. Dus ik had alleen een zaklamp. Ik zei, agent, hij zit daar. Hij zegt, waar? Ik zit daar boven. Hij zei, ja, we moeten even wachten, Najib. Ik zeg, waarop? Ja, we moeten even op... Ik denk, hier zit je versteuken. Ja. Ga naar boven. Pas toen ze aankwamen met z'n vier, toen zeiden ze, politie, maak je zo op kenbaar. Maar die man was natuurlijk al lang al weg. Ja. Gingen we op de beelden kijken en toen zagen we het, hè, want het was donker. Het was winter, dus alles is donker. Ik heb ik heb glas. Aaron. Het was avond, ja, het was donker. Aaron. Aaron Winter. Het was Aaron Winter, ja. Dat is het, Aaron Winter. Nee, het was Aaron Winter inderdaad. Nee, dus ze zaten dus met z'n drieën waren ze uiteindelijk. Eén zat in de tuin, die hield alles in de gaten en die kon ons zien door het raam. En één zat op het dak en eentje was dus al binnen. Gelukkig niks weggehaald. Oh. En toen dacht ik, ja, nou dan moet ik een hek. Toen heb ik een hek geplaatst. Ik zeg, die camera's die werden nu aangesloten op een 24 uur meekijken bewakingsdienst. Ja. Toen hebben we nog een hond genomen een tijdje. Maar dan was het de foute hond. Ja? Ja, we hadden een hond genomen. Verschil. Serieus, dat is zo'n Akita, ken je dat? Ja, zo'n Hele grote. Een vechthond, zo'n Japanse. Ja, het was geen vechthond, maar het was een hele waakse hond. Ja. Maar als ik een bal gooide, deed hij dit. Deed hij de eerste seconde dit. Hij zag het niet goed. Plus ja, hij was gewoon heel aardig en lief. Weet je, tegen iedereen. Ja, dus een waakhond moet je echt trainen en dat soort dingen. Ja. Die moet je gewoon agressief houden, ja. Ja, maar wat kan je doen? Ik bedoel, als je de inbreker slaat, dan ben je de sjaak. Dus, ja, en dan moet je nog betalen ook. Dus je moet gewoon zorgen dat ze niet kan altijd binnenkomen. Ik ken jongens die komen overal binnen. Ja. Maar het vertraagt nu. Dus en als er nu wat is voor de deur, dan word ik wakker gebeld. Al is het 3 uur 's nachts van een vreemde persoon voor je deur. Kijk, en dan ga ik klaarstaan. Ja. Met iets. Gewoon een pollepel. Motherfucker. Nee, maar je moet gewoon niet aan je gezin komen. Nee, natuurlijk moet je buiten alles blijven. Dus, ja, dat is ook je alles. En als je zoals gek s'nachts binnenkomt, schiet je doodloop. Je moet al hier door die hele wereld heen met alle gekke dingen. Ja. En dan denk je thuis, nou ben ik veilig. Ja. En dan komen ze hier nog thuis lastigvallen. En tegenwoordig, man, het is ze kopen ze bellen aan, we zijn van de PTT. En ze trekken je huizen in en ze stelen je horloge en je laptop en je ding wat je hebt. En je hebt gewoon de schrik van je leven, man. Dat is echt... De nachtmerrie van mij was echt dat je in je huis wordt vastgebonden en wordt beroofd. Dat is gewoon iedereen zijn nachtmerrie. Ja. Echt toch? Dus en dan 3 keer hebben ze geprobeerd die auto, maar elke keer sloeg het alarm bij mij aan. Dus het werkt wel. Want die kijken mee en die zien dat en die kunnen op afstand op een alarm drukken en op de politie bellen. Ja. En 1 keer was de politie er. En toen is er eentje gepakt met zo'n apparaat, wat 50.000, 60.000 euro kost. Die lag zo geboeid zo bij de auto. Oh ja? En, ik was opgestaan natuurlijk, want ik, politie, ik heb beelden. Ik zeg, kijk, zo ziet hij eruit. Ik heb haarfijne beelden. En dan ging ik met mijn zaklamp zo zoeken waar hij was. En hij zei, hij moet hier ergens zijn. Hij zei, want één hebben we er al.
Dus die zag ik, zo'n grote gast, zo op zijn, hij zat tegen de politieauto aan, vastgebonden. Dus ik loop zo naar hem toe. Ik zeg, zo, boef. Nou ben je gepakt, hè? Maar ik mocht hem niet filmen van die agent. Nee, nee. Toen zei hij, ja, hij verstaat je ook niet. Hij komt uit Letland. Ik zeg, ah, boefski, boefski. Ja. Echt, wat een gek, joh. Maar je mocht het niet gebruiken. Oh, jammer. Ja, jammer. Heb je nog wel het filmpje? Nee, op een andere telefoon zat hij. Maar ik wilde hem wel op internet. Want die andere heb ik gewoon op het internet. Het interesseert ze niet, man. Nee. Tegenwoordig, het maakt ze helemaal niet uit, jongen. Of ze nou wel of niet in beeld zijn. Want ja, laten we eerlijk zijn, dan word je gepakt. Proces verbaal, niet meer doen, hè? Ja. En je staat weer op straat. Ja, dat is het. Ja, ja, dat is niks waard, joh. Dus ik heb beter een paar poffertjes geven, dan heb je er wel een beetje plezier van gehad. Dat zeg ik nou allemaal. Nee, maar even serieus, man. Ik ben een beetje scheidsziek van al die gasten die maar stelen en mensen beroven en dat soort dingen. Ga een baan zoeken. Het wordt steeds gekker, hoor. Het wordt steeds gekker, joh. Ben je Ajax ziet? Nee. Weet je wat het is? Kijk, ik woon hier natuurlijk om de hoek bij Ajax. Ja. Maar het gaat al helemaal met geld tegenwoordig. Want vroeger had ik echt clubpie en jullie. En nu de een naar de ander vertrekt omdat hij wat meer kan verdienen. Dus ik heb niet. Tuurlijk heb ik wel iets met Ajax. Maar ik ga ook net zo goed naar FC Twente of naar PSV kijken. Ja. En tegenwoordig als je dat doet, en ja, dan krijg je allemaal boze reacties. Maar het zit allemaal niks. Maar ja, ik ga wel eens naar Ajax toe, absoluut. Ja. Hoe was dat in die Ziggo Dome? Dat was toch met die Jan Dino en zo? Dat was tof. Ja, maar ik heb het een keer in mijn eentje gedaan. Hè? Ook, ja? Ik was de eerste cabaretier die in... In Ziggo Dome stond, ja? In een Ziggo Dome, 3 dagen lang. Uitverkocht. Oh. Zonder Instagram en dat soort dingen. Ja, dus gewoon, het ging via Hives. Ken je Hives nog? Ja, ja, ja. Nee, toen was Hives er nog niet. Toen was Hives er al geweest. 3 dagen hier, 10 dagen in HMH. En ik wilde... Ja, dat is een kick, man. Dat is echt... Je kan het vergelijken met dat je stijve piemel krijgt en dan komt er lekker lijf binnen. En je mag er ook doen. Die vergelijking doe ik altijd. Ja, dat was kicken, man. Dan zie je zo je naam staan. Maar ja, staat elke zwerver staat er nu. Ja, hè? Ja, dat is niet normaal. Nee, maar het is echt een... Kijk, het is een hele grote zaal. Maar het is niet dat je zegt, alles verdwijnt. Want het is natuurlijk gewoon zo gemaakt als een ding. Maar nu wilde ik daar, in de arena. Ja. Ik doe 25 jaar naar Jeep Amali volgend jaar. Sta ik 25 jaar. Ik doe 25 shows. De beste 25 minuten uit mijn hele materiaal voor 25 euro. Ja, ja. En toen hebben ze uitgerekend, ja, daar red ik het niet mee, man. Nee. De arena is gewoon fucking duur. Van alles wat je moet huren, aan beveiliging, licht, geluid. Dan moet ik 60 euro gaan vragen. Dus waarschijnlijk ga ik een andere plek nu zoeken om dat te vieren. Maar dat is echt een kick, hoor. Dat is echt een kick. Je gaat nog shows doen nu? Ik ben nu bezig. En een 16e is de première. 16e, ja? 16e, dus dan nodig je hierbij uit. In Carré. 16 is de première van deze show. Dat zijn voor mij Carré staan en uitschieten grote zalen. Normaal doe ik middenzalen nu om het te maken, de show. Ja. En dan volgend seizoen ga ik een hele rondje doen in Nederland door de grote zalen. Netjes, man. Ja, een hele show gaat erover. Over waar ik was. Waar was ik? Want dat vroeg ik me steeds af. Waar was ik toen dit allemaal gebeurde? Ja. En daar vertel ik eigenlijk over. Okay. Ik vertel eigenlijk in de shows gewoon over mijn leven eigenlijk. Je hebt ook een theatershow gedaan, toch? Ja. Maar dan heb je toch over je leven, toch? Ja, ik vertel het gewoon. En over ik ook. Gewoon wat er is gebeurd. Ja. En dan vinden mensen mooi. En dat vinden mensen mooi. Ja. Omdat je deelt iets met mensen wat ze willen horen. En natuurlijk, ik maak het wel grappig hè, met de cabaret en wat uitschieters naar onzinnige verhalen. Maar 90% is gewoon het leven zoals het gegaan is bij mij. Twee, snap je? Twee. Ja, dat komt op mijn graf, denk ik. Hier, broodje. Ja, die vond ik zo witte. Goed, hè? Ja. Broodje. Ja. Alice, ik zit hier al. Hier zitten we. Ja. Hoe kom je daar op? Gewoon? Ik heb ooit daar gewerkt in zo'n snackbar. Wat is eigenlijk van ze binnen. En als je ziet dat ze een broodje zwarm hebben gegeten, hoe die tafel eruit ziet. Ja. Ja, varkens zijn ja, schoon. Niet normaal, niet normaal. Mensen zijn dronken. Vader! En allemaal schreeuwen en weet ik van wat. Dus daar ben je gewoon, dat is inspiratie. Maar zei ze dat tegen jou dan als ze binnenkwam? Hé, Hasman! Hasman! Zei ik, heb geen Hasman. Ja, man, niet uit, Hasman! Het zit hun dat nou hoe je heet. Ze willen gewoon een broodje zo snel mogelijk. Het zij veel dat het vlees op de grond is gevallen en ik heb het opgepakt en weer terug opgegooid. Ja, daarom, je moet nooit personeel van horeca beledigen of zeggen, stuur maar weer terug. Want dan stuurt hij terug, spuugt hij erin, brengt hij het weer naar. Ja. Be nice tegen die mensen. Altijd hoor. Respect hebben. Altijd respect. Ja. Vriend van mij, die stuurt eens 3 keer terug. Ja. Ik zei, hebben ze erin gespuugd op je soep? Nee, doe ze toch niet? Doe ze echt. Ik zou het doen. Als ik dat zou werken, hoe jij me behandelt, zou ik erin spugen. En het lachend aan je geven. Oh, dat gebeurt echt wel, hè? Zo, vieze rikken, man. Ja, tuurlijk. Hey, Salem, ik was met Salem van de week, hè?
Salem, ja, die zijn er. Kom naar mij toe, man. Goeie gozer, hè? Ja, goeie gast, Salem. Salem is leuk, vindt. En Mimoen is je Matty, hè? Mimoen is er nog steeds mijn Matty, man. Ja, hè? Dan is het aan, dan is het uit. Dan is het aan. Nee, hij heeft een goed hart. Ja. Het zou niet moeten kloppen, maar wel een goed hart. Mahmoud! Nee, Mimoen is een goeie gast. Ja. Ja, ja, daar zagen we elkaar, man. Helaas op een iets mindere ding. Ik zat net toevallig, toen je voor je aankwam, zat ik nog naar hem te kijken toen hij bij jou zat. In de auto bij mij. Ja, dat is ja, het ei, dat heeft het ei op de kop gehad bij mij. Dat is 21 jaar, man. Zeker. Dan hoor je toch, hè, net te beginnen met je leven. Ja. Maar hij was altijd aan het vechten. Dat bedoel ik, weet je. Je gaat relativeren, dan moet je kijken, man. Er zijn mensen die zo zijn geboren, die hun hele leven moeten vechten tegen alles. En wij die gezond zijn, verpesten het eigenlijk zelf. Ja. Weet je? Het is wel relativeren wat ik doe, maar toch, het is toch zo. Ja. Ja, het is echt. Ja. Het is iemand die helemaal niks heeft, die hoopt op een fiets. En iemand die een dikke bak hebt, die hoopt op een nog dikkere bak. Ja, zo is het. Heel krom. En iemand die niet kan lopen, hoopt alleen te lopen. Ja. Maar goed. Dat is echt zo. Ja. Maar was dat de tweede keer dat je in de moskee was? Ja, ja, maar ik ben niet zo vaak naar de moskee geweest. Ik heb wel één keer. Die ene keer dan. Ik vond het wel mooi om te zien, hè? Ik vond het ook heel mooi. Ik ben wel niet heel streng opgevoed qua geloof. We moesten niet. Nee. Aan de ene kant. Weet je, ik ken geen Arabisch, daar heb ik dan wel spijt van, want dat moesten we naar een Arabische school. Maar ja, ik vind het wel iets hebben. Kijk, ik vind geloof iets persoonlijks. Ja. Weet je, dan moet je persoonlijk, jij en de schepper, hè, dat is gewoon onderling. Uh-huh. Maar er wordt nu gewoon zoveel door mensen uit het verband gehaald en het geloof misbruikt. Ja, dat je, weet je, kijk, daar kun je pas spreken van, dit is wat geloof hoort te zijn. Je hoort het te zijn voor een ander. Ja. En dat vond ik heel mooi bij hem. Ja. Jongen, we zaten gewoon buiten en het was doodstil. Ja. En ik voelde me echt verbonden met alles en iedereen. Ja. Ja, er waren veel mensen daar, hè? Ja, echt heel veel mensen. Het was echt indrukwekkend, vond ik. Ja, ik vond het ook. We moesten door blijven schuiven. Ja. En ik wou eerst in Marokkanen en ik kaas. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is mooi juist. Dat is het mooie. Respect ervan. Maar raar, hè? Als dat dan daar zoiets is, dan valt alles weg. De kleur, wie je bent, hoe rijk of arm je bent. Ja, maar ja, zodra het gebed klaar is, dan beginnen ze allemaal elkaar af te maken. Gaan die telefoons weer aan. En dan gaan die telefoons weer aan. En is het een heel ander leven. Maar toen, het was een mooie dag. Het was muisstil. En ja, dat heeft wel iets, hoor. Dat is wel mooi. Wil je water of zo? Nee, maar ik heb genoeg gedronken vandaag. Wat doe je dan zo overdag zo? Ik had nu toevallig een programma, dat is een nieuw programma dat ik uitproberen zijn, wat ik je vertelde. Ook een soort van in de auto. Nee, ik ben tourmanager. Dus ik breng ze eigenlijk van huis, haal ik ze op. Zo, hè, terug, hè? Ja. Ja, we gaan zo terug. We brengen ze eigenlijk naar hun tour. Dat was de eerste aflevering, allemaal artiesten. Ja. En dan nu, nou goed, je ziet dat de vrouw is gaan winkelen of ik op de kinderen wil passen. Maar we hebben een nanny gelukkig in huis. Ja. Dus die past er even op. Straks vertrekken naar Nijmegen heb ik een show. Gewoon een kleine comedy show met nog vier anderen, werd ik van gevraagd. Oké. Okay. Dat is wat ik doe. En voor de rest probeer ik eigenlijk elke ochtend te trainen. Ja, oh ja, trainen. Ik zag je gewoon van ja, man. Instagram. Maar ja, ik was op een gegeven moment ook vet en dik. En na 5 minuten. Nu 8 maanden trainen. Ja, ik kan gewoon meekomen met de. Niet de professionals, maar met de amateur. Maar doe je boksen, hè? Ik doe boksen, ja. Geen kickboksen? Nee, ik weet niet. Ik ben niet zo goed met de benen, man. Oké. Okay. Ja, ik juist wel. Maar, jij wel, ja. Ja, maar jij bent natuurlijk die benen. Met benen. Maar. Maar boksen vind ik lekker gewoon. Bam. Ben je gevraagd om mee te doen? Ja. Voor dat programma? Ja, maar goed. Ik heb wel. Ja? Ga je mee dan? Nee, man. Ik hou het vanaf tegen wie ik moet. Als ik tegen Roel van Velzen moet, dan wel. Ja. Ik zou wel willen, maar ik zeg jou trainen. Je bent gewoon een beest, jij sloopt. Ja. Er zijn gewoon andere gasten die zijn gewoon echt sportman, die slopen natuurlijk. Ja. En ik heb natuurlijk een paar tikken natuurlijk op de neus gehad door bepaalde substanties. Dus ik ben bang dat ik niet heel erg. Snap je? Ben je neusbordje kwijt? Ja, ik ben hem niet kwijt. Alleen ja, het is niet. Die van mij is ook half. Ja, bij mij zit hier een gat van hier naar daar. Ik kan echt een ring insteken. Dat is op. Maar ik zou het wel leuk vinden. Boksen dan, hè? Ja. Maar ik vind het wel lekker, want het is gewoon ja, conditie is alles, man. Ja, oh. Je ziet bij gasten als je. Maar de spanning dat je gewoon 2 minuten lang vol adrenaline iemand wil raken en hij jou, dat lijkt me echt cool. Dus dat lijkt me wel leuk om sowieso een keer mee te doen. Okay. Maar dan wil ik nog even doortreven. Ja, dan moet je PSV Feyenoord, hè, dit weekend. Oh ja. Oh, ja. Ik hoop dat daar Feyenoord wint. Ja, ja, voor Ajax. Voor Ajax, hè. Maar je bent nog steeds Ajax ziet, altijd. Ja. Altijd. En FC Twente nog niet. En Twente nog ben je nog geweest. Echt leuk. Ja, en die van de mijnen hebben we ook gezien. Was zo leuk. Ah, dat vind ik echt leuk. Misschien hier nou in? Ja, hier. Ja, leuk.
Twente. Maar die Chinees moet je even, die Honda Atavita. Ja, Honda Atavita. Ja, die bestaat echt hoor. Ik kwam een keer in een zaak en hadden ze dus een hele menu, maar behalve 148 was weggehaald. Oh. Waarschijnlijk werden ze de scheid ziek van dat mensen zeiden, Honda Atavita. Ja, iedereen die zat 147 en 149. Dus ik zeg, waar is Honda Atavita? Is hij niet, heb ik niet. Honda Atavita bestaat niet. Heb het niet. Oh, we zijn dan weer terug, man. Ah, jammer, man. Is het al afgelopen? Ja, lang, hè? Maar ik dacht, wanneer gaat het dan beginnen? Met de make-up en een licht en geluid? Hier. Heb je nog geen make-up op? Nee. Oh, dacht ik. Ik dacht, we gaan al beginnen, man. Wil je even een kopje drinken? Ja, koffie drinken, ja? Hier, zet hem gewoon hier op, dat grijze ding. Dat kan best. Dat kan best. Top. Kom even mijn huis kijken. Hé, iemand zei, ik zag iemand, je moet een cadeau meebrengen, nee. Ja, heb je wat? Een DVD voor jou, hè? Voor jou een cadeau, toch? Ja, dat geef ik weg aan de mensen. Kunnen ze winnen. Oh, ja. Ja? Ik heb condooms, die gebruik ik al heel lang niet meer. Nee, die heb ik wel. Moet je dat nog even doen dan? Of? Wel, ja. Ik heb je een auto, je pakken? Ja, ja, pak hem even. Wat. Ik heb een stift hier. Kijk nou wat ik heb. Geen DVD's. Oh. Ik heb honden Atavita t-shirts. Kijk zo. Echt? Ja, top. Honda Atavita. Ja. Die hou ik zelf ook eentje. Tuurlijk, maar heb je een S'je dan? Oh nee, geef wel Melissa. Ja, dat is wel leuk hè. Honda Atavita. Honda Atavita. Oh. Heb je veel vrouwen geneukt eigenlijk? Nou, valt wel mee. Ik zou wel meer willen doen. Nou, niet heel veel. Nee. Het komt wel altijd hoor. Ja, ik kwam wel meer gedaan. Nee, het is altijd. Ik had altijd. Ik had Andy, hè? Gewoon die. Ik had altijd een relatie, man. Ik was 15, had ik mijn eerste relatie. Meen je? Serieus? Want je hebt nooit echt. Nee, nooit echt de beest uitgehangen. Nee. En naar de hoeren. En, maar we kunnen zo gaan, man. Mijn vrouw is er niet. Alsjeblieft, man. Dankjewel. Moet ik ze allemaal al zien? Ja, doe maar. Serieus? Ja, zeker. Typisch, waar ben ik aan begonnen? Cool. Kijk, iets van Free Fighters, dat is ook een hele goede show. Oh ja, ja, die was ook tof. Ja. Free Fight, moet je hem hier even witte doen. Die witte! Die twee witte! Twee witte. Honda Atavita. Honda Atavita. Maar jij hebt natuurlijk wel heel veel vrouwen gehad voor jou. Ik heb heel veel vrouwen gehad. Ja, dat zal wel. Ja, wel. Ik heb wel veel vrouwen gehad, man. Zo. Ik werd er broed van op een gegeven moment. Op een gegeven moment is het ook allemaal hetzelfde. Ja, man. Oh. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal nat. Het gaat allemaal zeuren. Zodra ik klaar ben, gaat het altijd zeuren. Het maakt niet uit. Ja, dat... Maar mensen zeggen, hoe is het met Marokkaanse vrouwen? Het is allemaal hetzelfde, man. Er is echt geen verschil in vrouwen- en zeurgradaties. Het is allemaal, ja en nu? Ja, wat en nu? Ja, ik vind het tasje leuk. Ja, en? Hier, die kun je weggeven. Ja, top. Voor de kijkers. Want ik kijk altijd naar Andy van der Meijden in de auto op Nederland 3. Dankjewel. Oh, we hebben wat drinken binnen. Jij bedankt wel. Jij bedankt. Wat een gek. Hij neemt die stip mee, je bent echt een Marokkaan, hè? Ik ga het proberen, vriend. Yes, mensen. Dat was Najib Amali. Top vent. Eerlijk, mooi verhaal en goede gozer gewoon. En ik ben blij dat hij er bovenop is. En dat gun ik hem. Maar ja, als jullie dat shirt willen winnen van hem. Ik heb hier 4 shirts liggen, geloof ik. Moet je even abonneren. En dan komt dat goed. We gaan door naar de volgende. Bedankt voor het kijken weer. En we spreken elkaar. Ciao.